Wat is een waardebepaling? Je ziet de advertenties vast wel eens voorbij komen op je social media. Doe een gratis waardebepaling. Wil jij je huis verkopen? Maar wat is dat nou precies, zo'n waardebepaling? En wat is het nu anders dan een taxatie? Nou, met al die termen die je om de oren vliegen, wordt het de hoogste tijd om jou duidelijkheid te geven. Dat ga ik doen in deze video. En blijf zeker kijken, want aan het einde heb ik nog een extraatje voor je. Mooi, hè? Nou, ik neem deze video op vanuit onze nieuwe kantoor in Amsterdam-Noord, Koopvaardersplantsoen nummer 2. En naast het kantoor in Purmerend hebben we hier nu ook een prachtige locatie. En mijn naam is Laura en ik neem je in mijn video's mee in de wereld van de makelaardij. Ik vertel je alles over het kopen of verkopen van een huis en geef je tips en tricks zodat jij binnenkort ook een pro bent op de huizenmarkt. Abonneer je dus snel op dit kanaal als je dat nog niet gedaan had. Een waardebepaling, wat is dat nou precies? Nou, eerlijk te zijn, volgens mij is het een term bedacht door makelaars zelf. Nou, ik ga je vandaag precies vertellen wat het is en wanneer heb je nou precies een waardebepaling nodig en wanneer een taxatie. Het eenvoudige antwoord ga ik je geven. Wanneer jij van plan bent om te gaan verhuizen en je wil weten wat je huis waard is als je het nu zou gaan verkopen, dan nodig je een makelaar uit voor een waardebepaling. De makelaar komt dan bij je langs en gaat inschatten wat hij of zij denkt dat het huis waard is wanneer je het nu op de markt te koop zou zetten. Dus wat is de verkoopopbrengst van dat huis op dat moment? En dit betekent dus dat je een goed beeld gaat krijgen van wat het huis waard is en wat het in deze huizenmarkt zou kunnen gaan opleveren. Je kunt met die waarde dan naar de hypotheekadviseur gaan en die kan dan voor je gaan berekenen voor hoeveel geld jij een nieuw huis kunt gaan kopen. Hier geldt dus zeker, een goed begin is het halve werk. En we raden jou dus altijd aan om eerst een waardebepaling te gaan doen en daarna pas naar huizen te gaan kijken, een huis te bezichtigen of laat staan een huis te kopen. Je krijgt die waardebepaling dan ook meestal niet op papier en kunt hem ook nergens anders voor gebruiken dan voor je eigen idee en je eigen inzicht. Heb je wel een waarde op papier nodig? Dan kun je voor een taxatie gaan, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een financiering. In deze video vertel ik je het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie. De makelaar bepaalt de waarde door goed naar het huis en naar de omgeving te kijken. Er wordt bij het huis bijvoorbeeld gekeken naar het woonoppervlakte, het percelenoppervlakte, het onderhoud en bijvoorbeeld of er eigen grond is of erfpacht. Vervolgens worden er naar referentieobjecten gekeken. Er wordt gekeken wat er recent verkocht is en hoe deze referentieobjecten zich verhouden tot jouw huis. Uiteindelijk heeft de makelaar met al deze gegevens en als het goed is zijn plaatselijke kennis voldoende informatie om tot een goede verkoopopbrengst voor jou te komen. Waardebepalingen zijn over het algemeen gewoon gratis en geven jou als eigenaar ook meteen een goed beeld van wat dat makelaarskantoor dat je hebt uitgenodigd mogelijk in de toekomst voor verkoop voor jou kan betekenen. Een beetje makelaar maakt namelijk meteen van de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen en meteen te vertellen welke mogelijkheden zijn kantoor biedt bij de verkoop van jouw huis. Veel mensen nodigen meerdere verschillende makelaars uit voor een waardebepaling. En eigenlijk is dat een hartstikke goed idee. Want niet alleen kunnen meningen van makelaars natuurlijk wat verschillen, daarmee ook de waardebepalingen, maar je krijgt ook meteen een hartstikke goed idee wat die makelaar mogelijk voor jou zou kunnen betekenen als je je huis wil gaan verkopen. Dus je kunt lekker vergelijkend waardeonderzoek gaan doen. Kun je nu echt niet meer wachten en wil je nu de waarde van je huis weten? Klik dan op de link hieronder, want daar hebben wij Emma, onze gratis waardetool. Die gaat online voor jou alvast de waarde bepalen. Bedenk je wel dat dit een online tool is. We zijn dus niet bij je langs geweest. Een echt bezoek van een makelaar geeft altijd een betere indruk over de reële waarde van jouw huis. Ben je nu van plan om te gaan verhuizen, dan is het zeker handig om de volgende video te gaan bekijken. Die gaat over de voorbereiding van de verkoop. Namelijk, is het handig om een styliste te gebruiken bij de verkoop van je huis? Je ziet de video hier. Tot de volgende!